En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Nou, weekvlog. Ik ben samen met Alice aan het wandelen. En nu weer boem. Kijk niet een raar aan, want ik ben een raar. Oké, ik ben blij. Ja, we gaan verder met de video. Doggie! Do you see this? Hi. Er zat nog een keer het water in. Alice, waar ga jij heen? Alice, je mag niet te ver. Hi. Ja, ze is er weer uit. Geen idee hoe laat op dit moment is. Maar wij gaan naar de meneer toe. Boris heeft een beetje kribbel. Nou, Tis zegt dat ze wel wat gefilmd heeft vandaag. Het is vandaag zaterdag. Dat heb dus ik ook al verteld. Heb ze al verteld. Nieuwe weekvlog, heeft ze ook al verteld. Ja. Dus haar gezicht ziet er vrij rottig uit. Heeft ze ook nog al verteld. Dat heb ik vorige week al verteld. Ja, maar leg maar even uit wat er gebeurd is. Muggenbult. Daar ben ik aan gaan krabben met mijn vingers. En toen is het gaan ontsteken. Ja. Dus nu heeft ze een beetje een gewond gezicht. Kijk maar. Morgen gaan we de paardjes eerst even op de wei zitten. En daarna gaan we naar de Doom Dutch Open Eventing Masters. Komt gewoon in de weekvlog, want daar mag geen publiek bij zijn. En er zijn wel livestreams, dus je kunt ze gewoon bekijken op internet. Op Facebook worden ze gelivestreamd, YouTube weet ik niet. Maar ik heb ze in ieder geval op Facebook voorbij zien komen. Dus morgen hebben we hopelijk wel iets gezelligs te laten zien. Inmiddels is het al bijna donker, terwijl het eigenlijk niet zo heel laat is. 9:30. Oh, ik hoor je buik vroon. Dan gaan we Bloem niet gelijk druk maar uithalen. Ik vind het nooit zo fijn als ze alleen staat. Wordt ze heel verdrietig van. En vroon trekt niet, dus. Gaat me lukken, terwijl ik film. En mee, vrouw? Hallo? Joehoe? Oh, ja. Ja, had je tijd voor me? Oké. Okay. Oh, wachten. Nee! Je mag nog niet. Eerst een lijntje aan. Oh. Het kind neemt het lijntje mee, we draaien jullie wel even om. Goed zo. Daarvoor. Doe ik de deur dicht. De mol is leeg. En dan mogen de meisjes naar bed. En morgen vroeg weer op de wei. Ja, en dan op enig moment moeten we toch ergens een keertje weer iets met ze gaan doen. Dan is het ook niet erg als we een keer een week of langer vrij zijn. Ja, ik denk van ja, een week, dat is wel goed. Maar hoe lang kan je ze dan uiteindelijk vrijgeven? Zullen we die ook maar afdoen, vrouwtje? Heb ze nou alleen oorbalans? Heb ze alleen oorbalans? Nou, het is niet veel vandaag vooral. Daar word je ook niet dikker van. Ja, het gaat wel beter met haar, gelukkig. Dat kunnen jullie nu denk ik niet zien. Ja, deze 1,5 is wel. Maar ze wordt wel wat voller. Goed, we gaan naar huis. Deurtjes dicht. En morgen weer een dag. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En vandaag gaan wij naar Doom toe. Ik ben eens even lekker aan het uitlaten voordat het warm is. De paardjes staan te wei. Ja, en dan moet ik de bal schoppen. Maar de bal komt gewoon naar me toe rollen. Die bal. Wij zijn nu op weg naar de manege. Dan gaan we de paarden even van het land afhalen. En dan gaan we naar... We gaan eerst even Daan filmen. Die doet mee aan een online wedstrijd. En dan moet je hem even insturen. Dus die ga ik eerst nog even filmen. Maar ja, dat zal niet zo heel lang duren. En dan gaan we naar Vilberg. Ja. Nou, kijk dan. Wat een goed opgevoed paard. Hij loopt gewoon alvast naar het hek toe. Bravo, jongen! Hij denkt eten. Jij, knappe knul! Ja! Je braaf, hè? Touwtje pakken. Kom mee, kind. It's time. Help for. Ja, wat doe je nou? Je moet een shirt schoonhouden, ja? Ik moet ergens doen. Ja, maar Boris denkt, dat maakt mij niet uit. Nee, dat lijkt hem weer. Zou jij die vast kunnen houden? Kom maar meisje, hé jongen. Oh. Tot zo! Nou, dan doe ik het hek maar weer dicht.
Als dat me lukt, zo. Dus 1, 2, 3. Nou, en dan pak ik mijn grote vriend. Deze. Hallo Mandone. Kusje. Nou, ik vind Mandone echt leuk. Blondie is daar aan het eten. Blondie is van een prikkelplant aan het eten. Blondie! Ze is van deze plant aan het eten. Het is gewoon pijn. Zo. Nou, rondje. Ik ga jullie poepjes opruimen. Ja, echt wel. Nu kennen allebei Shawn Mendes en Camila Cabello, denk ik. Ze, en dan hun liedje Señorita. Die hebben ze nu in het Nederlands gemaakt. Nou, in België is dat. Niet in het Nederlands, maar in het België. Ik vind het vreselijk. Mama vindt het heel mooi. Nou, niet mooi, maar ik vind het wel echt grappig. Volgens mij zijn het ook twee mannen die het zingen, dus dat maakt het nog gekker. We zijn inmiddels aangekomen en er zijn weer Engelse series op. Zijn weer Engelse liedjes. Wij hebben nu inmiddels Emmers gevonden. Dat is een paardenwinkel, die is echt heel groot. Het is een van de grootste. Ze hebben altijd enorm grote paardenwinkels. Ja, dus gaan we even kijken. We worden niet gesponsord door Emmers. Nee, Emmers sponsor ons. Ja, eigenlijk wel. Maar ze zijn maar tot 3 uur open, dus we hadden bedacht dat we toch heel even snel in deze nieuwe vestiging gaan kijken. Ja. Oh, hier is de schaduw. Schaduw. Omdat het wel echt gewoon heel gaaf is. Ja. Nou, dus gaan we even kijken. Ik weet niet of we binnen mogen filmen. Ik denk het niet. Nee, ik niet. Ik heb ook een ding bij Emmers. Een ding bij Emmers? Ja, zo'n dinges. Wat voor dinges? Account. Account? Ja, in België. We zijn nu al bijna in België. We zijn nu in België. Ja. We gaan even kijken. Ja. Ja, dames. We zijn in Emmers. Ze hebben een nieuwe vestiging. Ik weet niet of jullie Emmers kennen, maar dit is wel gewoon echt leuk. Oh, daar is Tess. Zo, we zijn inmiddels aangekomen. We hebben geparkeerd. En we gaan nu naar een toeloopbak. Ja, ik weet alleen niet waar de ingang is. Dat we hier elke keer, volgens mij is daar de ingang. Nou, dan gaan we daarheen. De ingang. Nou, of daar, om de. Ja, we lopen nu deze kant op en we zien het wel. Oké, inmiddels. Inmiddels hebben we geen idee meer waar we zijn. Wel de EHBO gevonden nu. De wc's. Maar nu zijn we nog op zoek naar. Naar wat zijn we op zoek? Crew. Zij gaan de crew zoeken. Nee, we zijn geen crew, maar we mogen wel even naar de crew. Crew. Crew 2. Crew 2. Dat is de ingang. Ja, nou, ik ben benieuwd. Absolutely. Nou, dit jaar zijn, dit jaar zijn er heel veel meer starts. Dus dat is leuk. 80 miljoen, 400 nog wat. Het is heel veel groter geworden. Alleen we zijn in Nederland kampioenschap aan de andere kant. Dus we zijn het op één terrein in de centrum. Er kwamen net een paar, hoe heten die mensen eigenlijk, hindernisbewakers tegen. Nou, als ze een paard zien, dan moeten ze een fluitje blazen en dan weet de volgende dat het paard eraan komt en die moet dan weer een fluitje blazen, waardoor alle mensen opzij gaan. Opzij gaan. Ja, maar buiten dat moeten ze ook even kijken of iemand over een hindernis heen gaat. Of eraf valt. Want elke keer, ik denk een hindernisrechter of zo, want als je namelijk eraf valt, er is natuurlijk hier geen jury. Dus, dan moet iemand vertellen dat iemand afgevallen is. Maar hoe goed. Hoe zouden ze dat dan doen? Nou, dat zeggen die meiden door de portofoon. Oh, ja. Als eentje hem aanraakt of valt of zo, dan, nou, dan gaan ze dat dus even melden. Ja. Wij gaan naar hindernis 6, want we hebben gehoord dat dat de moeilijkste hindernis is.
Dus zonder publiek was heel anders. Ja. En dan meer in de zin van dat ja, er weinig publiek is, dus ook geen standjes en andere leuke dingetjes, wat logisch is. Ja. Want als er geen publiek is, kun je ook niks kopen. Wij zijn nu bij hindernis 1, 2 en 3, denk ik. Ja, in die richting. Dus we zijn weer bij het begin. Yeah. Ik vond het heel gaaf om te zien. Ja, ik ook. Het is echt super leuk. Dus in november is het weer, als jullie het nou leuk vinden. Ja, ik toch ook. Ja, maar eerst in oktober, november nog. Ja. Dus als jullie het nou leuk vinden dat we dan weer gaan, laat het hier beneden even in de comments achter. Want wie weet mogen we dan gewoon in oktober weer. Dat lijkt me wel echt heel gaaf. Zeker, we gaan even wat editen en dan gaan we naar huis. We zijn inmiddels weer aangekomen op de Arkelhoeve. En bij Emmers hebben we dit pakket gekocht voor Boris. Want ik denk dat Boris dat wel erg lekker vindt. We moeten even kijken of hij dat wel lekker vindt. Anders ga ik even kijken of de meiden het lekker vinden. Ga ik even ophangen voor hem. Ik weet niet waar ik het eigenlijk moet ophangen, maar ik ga het even proberen. Hallo jongen. Ja. We hebben het lekker afgespoten. Een beetje net. Nou, ik ga hem even ophangen. Ik ben weer met Alice aan het wandelen. En het is vandaag dinsdag. Yes. En ik ben alweer terug weg, want Alice die kan niet heel vol houden. Daar. Kom. We zijn eigenlijk de laatste tijd. Zijn er steeds meer mensen heel vroeg in de ochtend aan het fietsen, wandelen, iets in die richting. En ben ik niet meer de enige. Trouwens, bij mijn wond, daar is de korst er stukken van afgevallen. En daardoor ziet hij er veel beter uit. Daar ben ik echt super blij mee. Ik ga nog even terug wandelen naar huis. En dan gaan we de paardjes wat mee doen. Dus dat. Ik heb net samen met Murren Reels gemaakt op Instagram. Wil je dat zien? Nou, kijk dan op Instagram bij Reels. En ik ben nu mijn blondie aan het freestylen. Dat eigenlijk een beetje. Joei! Ah, knappe blondie. Zo, blondie heeft lekker gewerkt. En dan gaan we even kijken waar ze heeft gezweet. Want Daan zegt dat dat belangrijk is. Zo te zien heeft ze hier gezweet. En bij haar borst. En dan een beetje bij haar nek zo. Kan je het heel goed zien. Dan hier, waar de single normaal gesproken zit. Hier is ze heel warm. Misschien wel wat beginzweetjes. Hier, daar is ze ook nat. Dan tussen haar billetjes heeft ze schuim zitten. Daar heeft ook zweet. Aan de andere kant is het precies hetzelfde. En dan bij haar neus zweet ze ook. En daar een beetje bij haar ogen en zo. Ik ga nu even mijn longeerlijn en longeerzweep opruimen. Dan kan ze eruit. Ga ik haar even afspuiten. Dat heeft ze nu echt nodig. En, toppie. Het is vandaag. Woensdag. Woensdag. Woensdag filmdag. Ja, vandaag gaan we niet filmen. Vandaag gaan we reels maken. Maken. Ja. Oh ja. Ik ga met Daan zo reels maken. Of is dat vanavond? Nee, zo ik dit. Oh, oké. Okay. Ik heb trouwens nu een mooie 9 of een. Oh, hij blijft. Oh, of een 6. Net hoe je het ziet op mijn gezicht. Mijn gezicht begint ook steeds erger te worden eromheen. Dit begint minder te worden. Yeah. Nou, we hadden gehoord dat het misschien wel krentenwaard zou kunnen zijn. Zou kunnen, maar wij denken zelf. Oh, maar wij denken zelf van niet. Ja, we weten het niet zo goed. Ja. Alleen Tess die krijgt nu gewoon pyrogenium van Ecostyle. Dan zou je denken, huh, waarom? Nou, ja, dat helpt tegen infecties. En dat vinden we, ja, als je naar een huisarts gaat, dan krijg je meestal zalfjes die allemaal dingen bevatten waar je niet
per se blij van wordt. Ja. En dit helpt blijkbaar wel, dus nou, dan gaan we maar dit meedoen. Ik doe iedere dag wat pyrogenium nemen en dat werkt best wel goed. Ja, je hebt even op dunder op gesmeerd. Ja. Daar gaan ook, ga ik liever naar stoppen. Het kriebelt enorm. Ik doe het nu alleen aan de binnenkant, dus met mijn tong zo. Wat meer kan ik gewoon niet doen. We gaan paardjes van het land halen. Gaat u mee? Daarna gaan we reels maken. Granarios. Maurice! Joehoe! Juist! Goed zo! Brave knurfie! En de meiden staan al te wachten. De meiden zijn zo aan de rust. Willen jullie een rookout? Wat? Ja, ik zie het. Hallo. Wil jij even deze open doen en dicht? Hallo, kom. Dankjewel. Nou, Boris heeft ook een lekker poepje achtergelaten. Oh. Kom maar, jongen. Hoe is dat? Ja. Nou, ga ik die eerst doen. Pak de poepschep en je gaat ik poep scheppen. Kijk, als je kinderen hebt, dan kun je ze misbruiken. En dan doen we gewoon kinderarbeid. Dan roepen we gewoon even. Tess heeft langere benen. Waarom heb ik langere benen dan jij? Precies, Tess heeft lange benen. Dus nu had Daan bedacht dat Tess even heen en weer kon rennen. Dat doe ik ook altijd hoor. Want Tess is gewoon 10 keer sneller dan ik. Ja, maar hoe kan ik langere benen hebben dan jij? Ja, maar we willen nu graag het halster van Bukas ook nog. Het Bukas halster. En go! Ja, go! Kort! Go! Ik heb ook een therapiehalster. Oh, dat mag ook, maar ik weet niet wat dicht dichterbij. 3 meter dichterbij. Dus. Ik ga naar de manege toe. Ga ik de paarden in de molen zetten. Ik heb allemaal zalf op mijn gezicht, omdat mijn gezicht echt pijn doet. Dus let's go. Gezicht heen en die zijn gaan ontsteken. Ik doe het echt heel erg zeer, dus ook zalf op. Maar ik voel me daardoor wel echt heel erg rot, want het doet echt heel erg zeer. Ik ga de paardjes afspuiten en dan een stapmolen zetten. Oh, mag je ook nog lekker hard plassen? Oh, kijk hè! Oh, als ik blondie ben, gaat ze plassen. Ja, maar dan denkt ze dat ze weg moet. Ja, als ze weg moet, gaat ze plassen, want ik zal het uit. Want ze durft niet ergens anders te plassen, dus dat wil ze niet. Mijn blondie, ik zit alleen maar op het plassen. Heel pijn.
Dit is wat wij noemen een paardenkunstwerk. Je ziet dat het gezond is. Ik zie mooie vezels erin. En verder ga ik er niet over door. Het was weer een dagje manege. Ik ben weer kapot. Weer tijd om naar huis te gaan. Hoe het met mijn gezicht is op dit moment. Dit is echt heel veel minder geworden. Alleen op mijn oog heb ik ook een wondje. En die doet echt nog steeds heel veel zeer. Maar voor de rest vind ik het er alleen maar erg uitzien. Ik ga naar huis. Goedemorgen, vrouwtje. Zeg je lekker te slapen? Nee. Nee, Niki. Geen paniek. Ja. Dag, is helemaal plat. Nee. Het is wel gewoon rustig te slapen. Nee. Ze doet nu ook even wat rekoefeningen. Ik heb hier anti-kriebelspul voor de paarden. En ik dacht, nou, misschien kan ik het ook op mezelf sprayen. En toen dacht ik, nou weet je, dit is al erg genoeg. Laten we het niet erger maken. Het is donderdag. Morgen gaat Tess bij Bianca Schoenmaker springen. Samen met Ikaros, Murren en Robin. Dus dat betekent dat Blondie vandaag echt moet lopen. En als Blondie dan gaat lopen, dan ga ik ook maar lopen. Dus we hebben de paardjes gezadeld. En we gaan maar buiten om. We gaan naar buiten. Wat ik zo leuk vind, nou, dat we ruim een week niet gereden hebben, wel gelogeerd en zo, maar niet gereden. En dat we dan opstappen en dat onze paarden dan dit doen. Wat? Niks. Dat betekent dus dat het brave bassies zijn. Ze zijn niet overmatig hip, vrolijk, moeilijk, lastig, irritant, weet ik veel wat. Ze zijn gewoon zichzelf. Nou, dat vind ik fijn. Daar word ik dan weer blij van. Nou, we zijn bij de Uithof. Het is weer druk bij de Uithof. Ik zou meteen zijn bij het scheurpad, maar ik heb geen GoPro bij me, dus ik kan niet filmen terwijl we galopperen. Ja, het scheurpad hebben Daan en Steef zo genoemd. Oh, Daan en Steef hebben het zo genoemd. Nou ja, dan is het toch het scheurpad? Ja. Het paard. Het is wel lekker weer op een paard te zitten, moet ik zeggen. Ik heb het wel gemist de afgelopen week. Van mijn buik is het ook goed. Nou, de ijskoman. Ja, ze zijn aan het verbouwen bij Madestein. Tess, let niet op, een blondie die gaat bijna om. Oh, we komen andere paarden tegen, dus ik moet eventjes me daarop concentreren. In plaats van op iets anders. Nou, zometeen rechtsaf, dan gaan we een klein stukje galopperen. Galopperen. En dan stappen we alweer naar huis toe. En dan hebben we het hopelijk zonder onweer gered. Wat was dat? Heel spannend. We hebben inmiddels gegalopeerd. Na het galopperen heeft Vroom wel bedacht dat het was lekker, dus dat wil ik eigenlijk nog een keer. Maar we hebben besloten, één galopje is genoeg vandaag. De Blondie die was net een beetje vervelend. Die deed net alsof er allemaal hele spannende dingen achter een hek gebeurden. Dus toen is Tess maar eventjes afgestapt. Die was zelf ook gestrest. Ik weet niet precies waarom. Weet ze zelf ook niet. Dus nou ja. Ligt in huis. Zo, we zijn weer terug. Lekker paardjes op de wei. Lekker in de regen. Moet ik zeggen, droogt al voor de regenen. Kom Ro, laat wij zien hoe het moet. Zo moet dat Blondie. Oh, Blondie vindt nu alles spannend. Het is ook wel heel spannend allemaal. Not really. Maar goed, we zijn dus weer terug. Paardjes afzadelen. Want ik ga de paarden afzadelen. Ik kan Tessa ondertussen de supplementen geven. Dan gaan we lekker naar huis. En morgen dan naar Etten-Leur. Het is spannend. Het paard heeft een wilgetak.
Dan doen we even de laatste dingetjes opruimen. Dan gaan we naar huis. En waar heb je dat ding nou hangen? Daar links. Oh ja. Kijk, ze hebben daar een snoepje hangen. Nu met z'n tweeën. Als het Vroom de best doet, kan ze er ook bij. Die heeft toch al langere tong dan Blondie. Nou. Opruimen in mijn huis. Ja. Het is vandaag vrijdag en gisteren hebben we aan de dokter gevraagd van we weten niet zeker wat het is, wat zou het zijn. En een tijdje later reageerde de dokter van het is krentenbaard en het is zelfs zo erg uit de hand gelopen dat ik nu antibiotica moet slikken. Ja, ik vind het best wel heel erg raar dat zoiets zo ver kan komen. Dan begint met heel onschuldig krabben aan je muggenbult en uiteindelijk zit heel je gezicht vol met krentenbaard. Maartje van Zeres heeft het ook een keer gehad onder haar oksel. Maartje, ik heb hem ook hier. Ik heb er ook hier één op mijn been en hier één. Die plak ik af met een gaasje en dan tape. Dat ze niet nog meer kunnen smetten, want hetgene wat uit je krentenbaard komt, dat is heel erg besmettelijk. Dus daarom moet ik ook heel erg oppassen met andere mensen. Ja, ik voel me eigenlijk best wel erg rot onder. Omdat het toch iets is dat ik niet had verwacht van onschuldige muggenbult open krabben. Maar ondanks dat ga ik toch naar Bianca toe. En heb ik van haar springles. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar we gaan eerst bij middel van de trainer halen. Tess heeft net al verteld dat ze een krentenbaard heeft. Het was nogal een schok voor ons allebei. Er waren wel een paar mensen die het al gezegd hadden, maar het leek ook heel erg op een muggenallergie. Dus ik denk zelf dat het eerst een muggenallergie was en dat het krentenbaard geworden is. Ik voel me natuurlijk wel een beetje naar onder, want ik had wel iets eerder in mogen grijpen. Maar ja, ik had ook zoiets van, ja, allemaal leuk en aardig, maar jij krapt gewoon een hele boel open. En vervolgens met je vuile nagels en je luistert niet naar je moeder. Dus dan ben ik toch minder snel geneigd om te gaan helpen, omdat er niet naar me geluisterd wordt. Maar goed, we gaan nu naar middel. Dit is een beetje een raar momentje, want er is plek bij de Arkelhoeve om de trailer te stallen. Dat betekent dat dit de laatste keer is dat we de trailer bij Middelhof gaan halen. Wel heel fijn van Middelhof dat we daar de trailer mochten stallen toen er geen plek was bij de Arkelhoeve. Dus dankjewel Middelhof. Maar aan alles komt een eind en overal komt weer een nieuw momentje. Dus nu gaat de trailer bij de Arkelhoeve staan. En dat is voor ons wel iets makkelijker natuurlijk, want we hoeven hem niet meer te halen. Dan is die er gewoon. Maar wel nog een einde van een tijdperk. We gaan naar Bianca. Daan gaat mee. Ja. Tess heeft een nieuwe beste vriendin. Nou ja, Jill is eigenlijk altijd wel je beste vriendin. Ik ben kapot. Wil je zien hoe het is gegaan? Kijk dan. Deze week vlog. Morgen naar de zondagvideo. Dan zien jullie als het goed is mij springen. Het einde van de weekvlog. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op het kanaal. Klik op het belletje. Dat is een belletje in Zuid-Duitsland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie morgen bij de zondagvideo. Doei!